Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Peper Mysterie. En het mysterie vandaag is een bekende. Het komt namelijk van Dr. Worst, oftewel Non de Huishuis uit Breda. Ze hebben een saus gemaakt voor een Belgische metal band, genaamd Vladdy Melkoly. Populaire band in België, die nemen ze ook mee op tour, deze saus. Dus is dit ook een best populaire saus geworden. Leuk dat ik hier meer mag reviewen van Dr. Worst. Ik ga hem gewoon weer even proeven, ruiken. Dan zullen we gewoon beginnen. Die ingrediëntenlijst was een beetje verwarrend. Er staan namelijk heel veel dingen dubbel op. En ik heb ze gewoon weggelaten. Ik bedoel, azijn staat er meerdere keren op. En dat zou kunnen als er meerdere keren azijn is gebruikt. Meerdere soorten azijn, maar dat weet ik niet zeker. Suiker staat er meerdere keren op. Alle kruiden staan er meerdere keren op. Dus ik raakte een beetje in de war, moet ik zeggen. Dus ik heb ze gewoon weggelaten. Had ik het niet moeten doen. Zeg het me even. Het ruikt een beetje als een originele saus van Dr. Worst. Maar wel iets rokeriger. Ja, maar dat Italiaanse tintje wat Dr. Worst de Non de Huis saus, de originele Non de Huis saus heeft. Dat zit hier ook wel in, dat Italiaanse tintje. Ik ga gewoon eens oplezen wat er allemaal in zit. Daar zit in. Chipotle, pepers, azijn, tomaten, ui, zout, gedroogde chilies, suiker, sojaolie, specerijen, paprika, peper, chilies, komijn, oregano, tijm, basilicum, laurier, peterselie, knoflook, kersen, water, habanero, bramen, citroensap, zonnebloemolie, blauwe bessen, citroenzuur, zeezout, maltodextrine, maiszetmeel. En dan zal ik even kijken of ik hier even de belangrijkste dingen heb opgenoemd. Ja, zo te zien wel. Wat ik zei, er staat hier veel dubbel. Ik weet ook niet waarom. Dus dat Italiaanse met die oregano en die basilicum. Die zit hier ook in. En dat zit, als ik me niet goed herinner, in de originele Non de Huis saus ook. Dus dat verklaart een hoop. En die chipotle pepers dus voor dat rokerige. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Ja, het is vrij dik. Als het eenmaal uitkomt, dan komt het er goed uit. Zie je, het is vrij dik. Ik wil het ook nog wel even in een bakje doen. Zodat jullie een beetje kunnen zien wat die structuur is. Zie je allemaal stukjes. Blijf goed plakken aan je eten, aan het bakje in dit geval, maar blijf goed plakken. En dat is vrij dik. Ja, het Italiaanse van die originele saus. Dat zit hier ook in. Deze Vladdy Melkoly.
Ja. Van Dr. Worst, Monde U, saus. Dat rokerige, dat proef je heel duidelijk, die chipotlepepers. Mm. Allemaal zaadjes, stukjes. Dat is wel een grove saus, dat is lekker. Ik vind nog steeds allemaal stukjes te kou. Ik vind het altijd, altijd leuk. En nog een beetje meer. Niet heel veel. Ja, dat is toch wel een halve lepel of zo. Nou komt ook dat fruitige van die bramen, blauwe bessen, er zit meer voor fruit in, bramen, blauwe bessen, heb ik dan wat gemist? Oh, kersen. Nou, de fruitige van dat meer donkere fruit, een beetje donkere smaken, het komt wel duidelijk doorheen nu, is lekker. Denk een beetje aan een fruitige pasta saus. Ik zou het nog steeds door een spaghetti doen. Of bij een tosti zou ik het lekker vinden. Of misschien op een burrito. Misschien gewoon op een stuk vlees, hamburger. Of een worst natuurlijk. Dr. Worst. De beruchte worst, hamburger, weet ik veel. Van alles. Kraam. Grillkraam in Breda. Lekker denk ik gewoon. Op een broodje worst. Ja. Qua eten, weer na te denken. Tussen een half en een 1, ergens ertussen. Als voor iemand anders 4-5 punten hoger. Dus 2, 3, 4, 5. Ja, misschien een 6, maar ik nee. Het is gewoon niet heel heet. Dus een 5 van andere mensen, denk ik, die niet echt veel chilies gewend zijn. Ja. Dr. Worst en Nonny Huishouse, die hebben dit weekend een festivaletje georganiseerd zelf in Breda. Zaterdag 25 januari, dat klopt hè, 2020. Met hot sauce, met bier, met allerlei levensmiddelen, jams, dat soort dingen. Daar komen heel veel bekenden. Ik weet niet of ik er zelf ben. Moet ik nog even kijken. Hangt een beetje van mijn energie af, hangt van mijn planning af. Maar als je in de buurt bent, het is van 12 tot 12 geloof ik, ga daar even langs, het wordt leuk. Je kan veel sausen krijgen die je in Nederland niet altijd kan krijgen. Ook omdat er dus internationale producten te koop zijn. Heel erg leuk. En ja, dat dus. Dat zou ik van u zeggen, als je een sausmaker bent, een peperteler, een hete snackmaker. Heb je het filmpje gezien en denk, hey, ik wil er ook zo heen, dan kun je me even contacten. Op mijn Facebook bedrijfspagina. Kijk op mijn Instagram, daar komt altijd een fotootje ook van deze saus. Zeker. En ja, dat is gewoon bedankt, Dr. Worst, van u. Zou ik van u zeggen. Onthoud, het was een man in de green coat. Ja. Voor nu, doei.